Een 25 jaar jubileum is een goed moment om met u te delen waar we vandaan komen, hoe we zijn gekomen waar we nu zijn en vooral waar we naartoe gaan. Eigenlijk is Assyria goed te vergelijken met Suriname zelf. Jong, maar met een lange historie en een toekomst met oneindig veel mogelijkheden. 25 jaar geleden, op 25 maart 1991, ontstond Assyria NV door een fusie van de verzekeringsmaatschappijen, de Nationale, NA en de NEN. Van de verschillende bedrijven erfde Assyria de kennis van meer dan 125 jaar verzekeringservaring. En dat was een heel bijzonder moment voor mij, omdat ik als hoofddirecteur leiding heb mogen geven aan dat gebeuren. En dat was de grootste fusie ooit in Suriname. Er zijn vele hoogtepunten geweest. Nou ja, beginnen met 2001 was toch een hoogtepunt toen wij de aandelen van de ABN AMRO Bank in de Surinamese Bank mochten overnemen. Omdat we daarmee onszelf transformeerden van een verzekeringsmaatschappij naar een financiële instelling. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, de grootste financiële instelling, ja, dat heeft ons toch wel een goed gevoel gegeven. We hebben in de afgelopen jaren steeds gewerkt aan het uitbreiden van ons dienstenpakket, waardoor er altijd een Assyria product of dienst is die past bij elke levensfase. Op die manier staan we onze klanten bij om de gevolgen van tegenslagen op te vangen en ondersteunen we bij het inrichten van een zorgeloos leven. Zo was Assyria de eerste die in Suriname de algemene ziektekostenverzekering aanbood, beter bekend als de ASPAS. Een revolutie in de zorgsector en daarmee ook voor het verzekeringsstelsel in Suriname. Ook qua service is Assyria voorloper in Suriname. We willen voor een ieder bereikbaar zijn. Onze Assyria Insurance Walk-ins bieden persoonlijke dienstverlening en langere openingstijden. Op dit moment zijn we in Paramaribo, Lelydorp en Nikeri vertegenwoordigd. Daarnaast zijn we continu bereikbaar via de Assyria-app en dankzij de mogelijkheid om online verzekeringen af te sluiten, zijn we altijd open for business. Voor Assyria is het belangrijk dat u op ons kunt rekenen. We zeggen niet voor niets, zeker is zeker. Verzekeren draait om mensen en uw wensen voor een zorgeloos bestaan. Onze eigen Assyria-mensen spelen daarbij een sleutelrol. Vanaf 1991 werken we actief aan het verbeteren van ons human resource beleid en met resultaat. De lange dienstbetrekkingen bij Assyria laten zien dat Assyria een zeer gewaardeerde werkgever is voor de ruim 200 personeelsleden in Suriname en de meer dan 100 personeelsleden in het buitenland. Vanaf het begin heeft Assyria haar doelen groot gesteld. Een van haar lang gekoesterde wensen was uitbreiding naar het buitenland. In 2012 werd deze doelstelling gerealiseerd met de oprichting van Assyria General en Assyria Life in Guyana. In 2013 werd Assyria eigenaar van Gulf Insurance Limited in Trinidad en Tobago. Daarbij werd in januari 2015 Mega Insurance Company in Trinidad en Tobago overgenomen met de naamswijziging naar Assyria Life. We hebben de bedrijven gekocht, we waren in wat moeilijk vaarwater, dus voor ons de uitdaging om ze goed op de rails te krijgen. Maar we hebben een goed team hier in Suriname dat goed support kan geven aan de buitenlandse bedrijven en dat is ook ons businessmodel. Bepaalde afdelingen niet apart daar neerzetten, maar vanuit Suriname ondersteunen. En we hebben ook goede managers kunnen aantrekken, lokale managers, gedreven, gemotiveerd. En die leiden naar tevredenheid de bedrijven, met ondersteuning natuurlijk van de board of directors die voor een groot deel uit onze Surinamese directeuren bestaat. En dan terug naar Suriname. Want hoewel Assyria een gevestigde naam is in Suriname, zijn we er pas 25 jaar. Op verschillende manieren probeert Assyria een bijdrage te leveren aan de Surinaamse gemeenschap. Onlangs nog hebben we het ASPAS-pakket uitgebreid met de ASPAS Basiszorg, om zo invulling te kunnen geven aan de wet Basiszorgverzekering. Maar ook op andere gebieden levert Assyria een bijdrage. Bijvoorbeeld bij de Surinamisering van het kleurrijke Farocio en de Surinaamse Bank, of zoals bij de oprichting van de Surinaamse effectenbeurs in 1994. En ook het overgrote deel van de aandeelhouders is Surinamer, wat Assyria echt Guisani maakt. Assyria bestaat reeds 25 jaar en dat is reden voor een felicitatie. Tegelijkertijd kijken we echter naar de toekomst. We besteden aandacht aan de uitbreiding van diensten, zowel hier als in het buitenland, en kijken uit naar nieuwe uitdagingen. Samen met Suriname wil Assyria groter en sterker worden. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in de services die dicht bij onze klanten staan. Maar ook blijven we investeren in ons human capital met bijvoorbeeld het interne Leadership Development Program.
en worden er steeds meer Assuria Insurance Walk-ins geopend. Met de investeringen in ons bedrijf en in onze mensen kijken wij uit naar wat er komt. Wij zijn klaar voor de komende 25 jaar. Met Assuria is de toekomst verzekerd. 25 jaar is zo zeker uit het jaar. We got you, Assuria. Ciao, Ayari. Zo zeker uit het jaar. Zeker is zeker.